Ik ben Arjan Messelaar van Brox Messelaar Consultancy. En wij staan hier op de Waterinfodag 2018 met een stand over validatietools. En we willen validatietools bekendmaken. Dat is software waarmee je meetgegevens kan valideren. Nou, en het valideren van meetgegevens is dat je gaat kijken welke meetgegevens eigenlijk niet kunnen kloppen. En dat doe je om twee redenen. Dat je goede datasets hebt om te analyseren. Maar ook heel belangrijk is dat je er heel snel achter komt wanneer je meetapparatuur het niet goed doet. Want dan kan je namelijk meteen je meetapparatuur weer gaan repareren en zorgen dat je meetsets volledig worden. Nou, was een beetje het probleem in de Nederlandse waterwereld dat heel moeilijk gaat. De software is of heel basis of het is bedrijfsgeheim. En uniek aan validatietools is dat het helemaal open software is. Je mag het helemaal inzien, je kan alles zien en dat het heel flexibel is. Je kan je eigen regels toevoegen, je kan je eigen kennis toevoegen en op die manier kan je je validatie steeds verder verbeteren. Nou, heel leuk vandaag dat we leuke reacties hebben gehad. Best wel veel mensen tegengekomen die met valideren bezig zijn. En wat je van al die mensen hoort, de hoeveelheid tijd die het kost. Nou, en ik hoop dat we met validatietools al die mensen die daarmee bezig zijn, veel tijd kunnen besparen en de kwaliteit van hun werk gewoon kunnen verbeteren. Dus ik roep eigenlijk iedereen op om validatietools, dit is een folder ervan, om daar eens naar te kijken. En als u er wat aan heeft, gaat gebruiken. Dingen die u bedenkt, kunnen ook weer gunstig zijn voor andere gebruikers. En wat andere gebruikers bedenken, is ook weer in uw voordeel. Hoe meer gebruikers, hoe beter.